together. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de ene laatste gewone Huiskamer TV-show. Vandaag ben ik te gast bij een zangeres die alle denkbare prijzen heeft gewonnen in de countrymuziek. En dit jaar zit ze precies een kwart eeuw in het artiestenvak. Maar Sandra van Rijs, er ontbreekt nog één ding. Ja, dat is die ene grote hit. Lekker in de tuin bezig, Sandra? Ja, dit is mijn pakje. Ja. Mijn man die, ach, die kijkt er mooi naar en die kan ervan genieten. Maar ik moet zorgen dat het onderhoudsvrij blijft. Onkruidsvrij. Je hoeft nergens aan te denken. Je bent alleen bezig met een beetje de bloemetjes en de plantjes. Dus je vermaakt je wel hier zo achter de geraniums? Je moet niet denken dat ik hele dagen achter de geraniums zit. Ja, in de zon, hier op deze heerlijke liftstoelen. Dat, ik ben echt de zonaanbidster. Dat vind ik heerlijk. Dat, als de zon schijnt, dan, kijk, dan is het gauw gebeurd met tuinieren. Dan is het zitten en liggen, hè? Dus dat is het helemaal super. En na het harde werken gaat Sandra graag even langs haar ouders, die op een steenworp afstand wonen. Ja, hier ben ik groot geworden. Hier liggen de roots. En kom je hier nog vaak? Elke dag bijna. Ik loop er zo vaak heen en als ik hier niet ben, dan zit de hond wel hier. Want die loopt hier altijd automatisch naartoe. En ik heb nog twee kinderen die regelmatig hier aan de brievenbus staan te klepperen. Dus ja, best vaak, ja. En dit zijn je kinderen? Ja, dat zijn ze alweer, hè. Eentje van 9, dat is Nick hier. En Timo van ruim 7. Hoe was het op school, jongens? Goed? Ja. Ja? Best wel. We hebben slagballen. Slagballen gedaan. Ook is Sandra regelmatig te vinden op de voetbalschool. Ze heeft hier het Ierland-team gesponsord. We zijn natuurlijk als Aaltenaren heel trots dat Aalten een voetbalschool heeft. Dus ja, moet je ze zien staan. Ze zijn toch echt de kampioenen. Ze zijn de kampioen van de voetbalschool geworden dit jaar, hè? En om al dat jonge spul bij te houden, moet je zelf natuurlijk ook lekker fit zijn. Geweldig, hè? Ja, 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 ja. En buiten de sportschool is Sandra dan ook veel bezig met beweging. Ze gaat regelmatig een stuk wandelen in de natuur. Ja, nou, hier krijg ik dus een kick van, hè. Die natuur, dat vind ik geweldig. Ik ben echt een natuurmens. Ja, ik heb vorig jaar een wandeltocht gedaan in Oostenrijk, van hut naar hut. En dat, ja, dat is... Ik ben echt een natuurmens. En als Sandra nog een beetje tijd over heeft, dan wordt er gecomponeerd en gerepeteerd. All I ever need is a second chance to make up with you. Ask you want me to. Als ik je zo in het filmpje zie, Sandra, dan denk ik van... wat ben je lekker gewoon gebleven. Nou, dat hoop ik ook wel, ja, dat ik gewoon gebleven ben. Ja, ik ben een gewoon mens, dus waarom zou je je anders moeten voordoen, hè? Ik zie nog niks, geen glitter en glamour die ik dan associeer met het artiestenvak. Nee, nou ja, dat hoeft ook eigenlijk niet, hè. Je hebt toevallig een talent dat je kunt zingen en muziek kan maken. Maar ja, een ander kan weer wat anders goed. En ja, waarom zou je dan je anders moeten gedragen en anders moeten voelen? Omdat je dat kunt. Vanuit je achtertuin, lekker weertje vandaag. Van harte gefeliciteerd met je artiestenjubileum. Dank je wel. Hoe ben je zo in die countrymuziek verzeild geraakt? Ja, en ook een bepaalde feel. Mijn ouders hadden natuurlijk al van huis uit al veel platen en muziek van countrymuziek. Buck Owens en de Buckaroos. En ze hadden Brenda Lee. Ze hadden platen van Dusty Springfield. Onder andere Emmylou Harris. En ik had... Linda Ronstedt niet te vergeten natuurlijk. En ja, ik heb een lage stem. Dus het leent zich natuurlijk al heel erg goed voor roots muziek. Dat kan dus blues zijn, rock of country muziek. Nou ja, het is country muziek geworden. En hoe begon dat dan vroeger in Huizen van Rijs? Gitaartje en meezingen met Emmylou Harris? Ja, zo moet je het. Eerst was het eigenlijk met ABBA. Want ik was een jonge tiener. En ik was helemaal idolaat van de groep ABBA en Olivia Newton-John. En daar spaarde ik echt alles van. Ik had posters en plakboeken. En mijn moeder die maakte zelfs de
de jurkjes van Abba na met die grote dierenkoppen erop. En dan stond ik voor mijn passpiegel in mijn kamertje. En dan had ik de borstel, zeg maar, als mijn microfoon. Ja, ja. En dan die spiegel, dat was dan de camera. Daar moest ik dus op oefenen. Dus zo is het begonnen, ja. En dat raam wagenwijd open. Dus de hele buurt kon dan altijd breed meegenieten. Wat zie jij voor jezelf echt als de start van jouw carrière? Met andere woorden, waar was jij 25 jaar geleden toen het begon? Dat was op een talentenjacht in Rotterdam. Heel ver weg van de Achterhoek. Want ik denk, als het niet goed gaat, dan hebben ze er in de Achterhoek geen notie van. Dus omdat ik totaal nog nooit op een bühne heb gestaan. Toen heb ik gedacht van, nou ja, laten we daar dan maar aan meedoen. Omdat mijn buurvrouw dat had gelezen in een groot dagblad. En dat, ja, daar is het allemaal begonnen. In Studio 54 op een talentenjacht voor vrouwelijk zangtalent. En je won daar? Ik heb niet gewonnen, nee. Ik heb wel door al die voorrondes gekomen. Het was eigenlijk een beetje de voorloper van het programma wat Henny Huisman later ging presenteren. Hij presenteerde het toen al, maar toen was hij ook nog niet bekend. De Soundmix Show. Een soort Soundmix Show. Alleen wij hoefden ons niet te verkleden. Wij mochten als onze eigen... zoals we het zelf zijn, ja. Zonder toestanden van pruiken en kleding. Dus, Over Rotterdam gesproken. Ik hoor bij jou ook dat rollende Rotterdamse accentje. Maar terwijl je toch uber-Achterhoeks bent, hoe komt dat eigenlijk? Ja, mijn vader en moeder die zijn Westerlingen. Mijn vader en moeder komen uit Zoetermeer. En zijn hier voor het werk in 1962 naartoe verhuisd. En in 64 ben ik hier geboren. Dus ik heb altijd vanuit huis, zeg maar, de Westerse taal altijd gehoord. Maar ik kan het heel goed verstaan en ik kan het ook nog wel een beetje praten. Ja, je kunt een beetje praten. Ja, dat is geen probleem. Heel goed. Voordat wij straks later op in deze uitzending uitgebreid jouw carrière gaan doornemen en jouw toekomstplannen, hè, die zitten we hier op een zonnige dag in 2007. Hoe kun jij het huishouden, je twee kids, je huwelijk combineren met het artiestenbestaan? Moeilijk soms. Dat is best wel eens moeilijk, ja. En dan lopen de spanningen ook wel eens hoog op. Dat is best wel zo, want ja, je wil het allemaal van alle kanten goed doen. Dus ik ben een perfectionist. Ik wil het graag altijd misschien wel eens te goed doen. En dan loop je jezelf wel eens voorbij, ja. Dat klopt wel eens, ja. Je wilt het te goed doen in je artiestenvak, maar ook thuis? Ja, ja, met mijn kinderen. Je wil je man ook nog een beetje tevreden houden, want... Dat is ook wel belangrijk. Dus alles bij elkaar. Ja, je huis, je tuin. Nee, tuurlijk, je kan wel heel veel mensen daarvoor vragen om dat te gaan doen. Maar ik vind het ook wel leuk dat ik er zelf nog een beetje wat in betrokken blijf. Maar stel maar eens voor, jij treedt hartstikke vaak op. Dat zal vaak in het weekend en ook 's avonds zijn. Dat is het voordeel ervan, dat het vaak 's avonds is. Want jouw kinderen zijn de leeftijd ontgroeid, bijvoorbeeld dat ze oppas nodig hebben. Nee, ja, ik heb mijn ouders, dat zag je al in het filmpje, dichtbij wonen. Dus geregeld komt mijn moeder wel eens even hier zitten, ja. En mijn vader ook. Maar ja, het is wel wat makkelijker nou dat ze wat groter zijn, natuurlijk. Ja. Ze kunnen eens wat makkelijker ondergebracht worden bij een vriendje of een vriendinnetje. En jouw man, Wim, die kent eigenlijk niemand, hè? Jij kent hem wel? Dat hoop ik. Ja, ik vraag maar even, omdat hij hier vandaag ook niet aanwezig is. Nou, blijft hij expres buiten beeld of wil hij er niks mee te maken hebben? Hij heeft een baan, hè, dus hij is nu ook op zijn werk. Maar hij is niet iemand die echt kikt op publiciteit. Nee, die is liever een man achter de schermen. Hij regelt ook heel veel. Ook gedeeltelijk mijn management. En hij doet ook de klusjes thuis. Als er cd'tjes gemaakt moeten worden of gebrand moeten worden voor publiciteit. Of er moeten promotiematerialen verstuurd worden, dat soort dingen. Ik heb ook nog een apart boekingskantoor die mijn boekingen en al dat soort dingen regelt. Maar je wilt toch ook nog een beetje zelf een beetje feel hebben. Dus een vinger in de pap houden. Dus wij doen het eigenlijk ook een beetje samen vanuit huis, zeg maar. Dat we ook heel veel dingen regelen. Maar is het ook goed voor je in je stabiliteit om zo'n rustige kracht op de achtergrond te hebben, Wim met name? Voor mij wel, ja. Want als hij net zo af en toe zo hyper is als ik, dan vliegen we met z'n tweeën tegen het plafond aan. Dus dat doen we maar niet. Weet je wat we wel gaan doen? We gaan eens even kijken naar wat een aantal mensen die jij zeer goed kent over jou te vertellen hebben. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dit zijn de ouders van Sandra. Sandra was als kind heel vlot eigenlijk, heel nieuwsgierig van aard. Overal zat ze op en in eigenlijk. En heel creatief. Sandra vroeger, ja, nou, dat was een nerveusachtig typetje waar je goed op moest letten. Want zij
om maar wat te noemen. Wij hadden hier de tuin een soort vesting gemaakt. Want zo gauw ze maar kruipen kon, dan was ze ook gelijk vertrokken. Dan kon je ze in de poort halen. Of bij andere mensen zat ze dan die ze gevonden hadden. Dus dat was erg moeilijk. Toen ze eigenlijk in de eerste klas zat, toen probeerden ze toen al dingetjes, mooie zinnetjes te maken. Want ik dacht, kind, waar haal je het vandaan? Ik weet nog van de orgel, daar kon ze vrij goed op spelen. Er was iemand in Aalten die gaf daar haar les in. En ik luisterde er graag naar. Als wij een feestje hadden thuis, dan was dat altijd met muziek en dansen. En dat zat in dat kind ook. Willem ter Horst is al vanaf het begin basgitarist van de groep Normaal. Hij heeft Sandra's eerste single geschreven. Ze denkt al terug aan vroeger, aan die fijne dingen die ze deed. Ik kan me nog herinneren dat ze een keer in de studio kwam. Met z'n allen waren we met z'n allen bij elkaar en toen zong ze een stukje voor. Nou, een stem, jongen. Ik voelde gewoon de trilling over de broek, joh. Zo, echt een dijk van een stem heeft Sandra. Prachtig. Dus daar wou ik wel graag een liedje voor schrijven. Toen hadden we nog de discussie, doen we het in het Engels, omdat ze normaal gesproken altijd Engels zong. En toen dachten we doen het gewoon eens een keer in het Nederlands, is het wat anders. Gilbert van Solingen is een vriend van Sandra en ook muzikant. Ze zijn regelmatig met elkaar in het jammen. Als hij een muziek maakt, als hij schrijven is of aan componeren is samen met mij, dan merk ik alles wat zij doet, dat komt gewoon van binnenuit. En dat is gewoon heel puur gewoon. Dus dat zit erin en dat komt ook binnen uit. Dus dat is denk ik een gave, denk ik. En wat zouden jullie Sandra nou nog willen toewensen op muzikaal gebied? Ja, ik hoop voor haar vurig dat ze ooit nog de klapper maakt. Dat ze een keer een soort tophitje maakt voor Nederland. Ik vind het geweldig dat zij, als zij daarmee door mag gaan. Want ze doet er een heleboel mensen. Doet ze daar plezier mee. Op een gegeven moment kwam jij met Normaal in contact. Was dat op het moment dat jij twijfelde van moet ik nou wel country blijven zingen of moet ik het misschien wat meer op de rock and roll toe gooien? Nou, ik had natuurlijk al vanaf 83 die ervaring al met country muziek. En ik had al vrij snel in de gaten dat het een vrij klein wereldje was. En ik wilde eigenlijk de grote wijde wereld in. En toen dacht ik van Nederland heeft niet zulke grote country agencies die mij dat zouden kunnen brengen wat ik graag zou willen. En na lang filosoferen en overleg met mijn ouders van hoe moet dat dan? Want ik wil zo graag ook in die hitparade. Toen zei mijn vader van waarom zou je het zo ver zoeken in Hilversum? We hebben toch in Zelm onze eigen groepje zitten. Normaal, hij zegt laten we daar eens proberen een afspraak te maken. En zo ben ik daar dus terechtgekomen. Zo groen als gras, leren jekkie aan, zo stel ik me dat voor. Ja, zo is dat ook gegaan, ja. Jij bent die grote jongens op bezoek? Ja, ik had dus helemaal een heel andere outfit. Mijn haar wat langer en wat ruiger. Want ik wist dat dus niet. En ik ging er dus vanuit toen ik daar dus voor het eerst op kantoor kwam. Dat ze dus allemaal liepen met t-shirtjes met Normaal. Zo naïef was ik dus. Maar ze hebben mij heel veel gebracht toch wel. Dus ik ben daar bijna 6 jaar geweest als artieste. Ze hebben mij dus mijn eerste platencontract bezorgd. Maar ook de mogelijkheid geschept dat ik dus breder kon gaan werken. En ook mijn lessen kon leren in het hele brede muziekcircuit, zeg maar. Je hoorde jouw vader ook net zeggen in het filmpje. Het enige wat op haar erelijst ontbreekt is die ene grote hit. Je zei het ook bij het begin van de show. Voelt dat ook zo? Heeft wel heel lang zo gevoeld, ja. Maar nou denk ik van misschien gebeurt dat ook nooit. Het is niet voor iedereen maar weggelegd om een grote hit te scoren. Bonnie Raitt is een artieste die eigenlijk het altijd heel veel fans en liefhebbers had, maar nooit een grote wereldhit had. En dat gebeurde pas op na haar 50ste verjaardag. Dus toen heb je nog even? Het zou nog kunnen, maar kijk, het is niet meer voor mij de prioriteit dat ik dat nog wil behalen. Ik vind het gewoon mooi dat ik mooie muziek kan maken waar ik mensen mee voor de mensen wat kan betekenen. Dat zou ik. Heb je dan een ambitie ingeleverd? Ja, maar dat is een heel lang proces. Kijk, wat hier allemaal op tafel ligt, dat is dus allemaal wel uitgebracht. En je hebt dus wel heel veel programma's. Ik ben ook in Los Vast geweest en in Hollands Glorie en televisieprogramma's gedaan. Met Telebingo en noem ze allemaal maar op. Maar je hebt soms net het kleine beetje geluk nodig. Waarom wint iemand een lot uit de loterij en een ander niet? Terwijl we allemaal diezelfde loten hebben. Zo zie ik het.
En dat zijn dingen die heb je niet altijd zelf in de hand. Heeft het ook te maken met bijvoorbeeld het stijgen der jaren? Dat je milder wordt in je ambities? Ja, vroeger moest alles ervoor wijken. Hè? Dan ging, mijn vader en moeder hadden bijvoorbeeld een 25-jarig huwelijksfeest. En dan had ik een optreden en dan zei ik ja, dan kom ik wel wat later, want ik moet eerst even optreden. Kijk, nu zou ik zeggen van, ja, wat is er nou belangrijker? Ja. Dat is toch dat 25 jaar huwelijksfeest. Maar toen was ik daar zo, ik wilde het ook een soort moment afdwingen. Ik wilde het sturen. En daar werd ik helemaal op een gegeven moment een beetje gefrustreerd van, dat de lol van het zingen afging. Omdat het willen bereiken van dat doel van die hit, dat ging eigenlijk een soort hoofdrol spelen. En dat maakte het vak er niet leuker op. En nu ben je ouder en heb je dan ook geanalyseerd waarop het niet gelukt is, die ene dikke hit? Ja. Ik bedoel, geluk zeg je, maar ja, aan de andere kant, geluk en ik denk ook het goede nummer misschien net niet op de goede tijd uitgebracht. Je moet natuurlijk net ook een beetje alles mee hebben. Ik zie het altijd als een mooie ketting. Je hebt allemaal schakels nodig, maar ontbreekt er één schakel, kan je de ketting niet meer dragen, want dan valt die van je af. Ja. En zo zie ik het ook in mijn vak. Ja, vader en moeder, net uitgebreid in beeld, spelen nog steeds een belangrijke rol. Ze zijn allebei gelukkig kerngezond. Maar jouw vader met name, dat is toch de man die ook vanaf dag 1 jou geassisteerd en geholpen heeft met het sjouwen van versterkertjes tot en met vandaag de dag. Ja, ja, ja. Hoe belangrijk is hij voor jou in je carrière geweest? Nou ja, mijn moeder is altijd meer met de nummerkeuzes. Daar hoef ik bij mijn vader vaak niet voor te zijn, want die vindt alles wel goed. Maar mijn moeder zegt, nou, ik vind dat, daar raak je de mensen meer mee. Of dat liedje, dat moet je doen. Of als ik twijfelde, dan ging ik altijd voor mijn repertoire naar mijn moeder. Maar als het zakelijk was, dan ging ik naar mijn vader vaak weer. Want ik zei met normaal, of als ik bijvoorbeeld met contracten of met andere vragen. En mijn vader begeleidde mij natuurlijk op het technische gebied. Hij verzorgde mijn muziek, ging met de oude Rayfox recorder mee. En dan moesten die banden erop gespannen worden. En dan stonden we in een discotheek te zingen. En dan ging dat wel eens mis natuurlijk. Dan vloog er zo'n band van de machine af. En dan was het grote paniek. Want dan zat hij met dat vingertje op die banden mee te draaien. Dat niet nog een keer gebeurde. Ja, hij heeft natuurlijk heel vermoeiend en ook zwaar. Want hij had ook een baan. En hij had een verantwoordelijke functie. Hij was chef. Dus dat betekende dat hij 's morgens en duivenmelken. Dus hij had heel veel andere dingen naast het werk met mij. Ja. Dus dat was altijd tot diep in de nacht. Een soort dubbele baan was dat. Maar onmisbaar voor jou geweest? In het begin zeker. Ja. En een hele goede begeleiding. Sandra van Rijs start haar carrière in augustus 1982 op een talentenjacht in Rotterdam, Studio 54. Het balletje gaat rollen. Ze ontmoet grote countryartiesten zoals hier John Denver. En in 1983 komt haar eerste single uit. Een duet met Ben Steeneker, de pionier van de countrymuziek in Nederland. In 1985 gaat ze een samenwerking aan met de band Normaal en het management. De insteek is dan Nederlandstalig, maar al snel wordt de overstap gemaakt naar het Engels. Sandra reist de hele wereld rond en wordt nummer 1 countryzangeres van het jaar. En nu inmiddels is dat al 8 keer gebeurd. There he goes, that man of mine. And if there ever was a reason for me to get down on my knees, if there's the only one, if there's any hope, you are quite prepared to die. And if it looks like. In de Achterhoek heeft Sandra haar sporen inmiddels verdiend. In 2001 wordt er zelfs een trein naar Sandra vernoemd. Ook reist Sandra in april 2004 naar Guatemala City voor optredens op verzoek van de Nederlandse ambassade. Eind 2006 maakt Sandra een muzikale uitstap. Dit keer geen Engelstalige plaat, maar een Nederlandstalige. Een wereld zonder jou. Als ik de wereld krijgen kon, de hele wereld en nog meer, zonder jou erin, mijn liefste, dan zei ik nee, bedankt meneer. Een wereld zonder jou is zo'n succes dat het de nummer 1 haalt in de sterrenparade. Sandra wordt uitgenodigd om voor 23.000 mensen op te treden op het Giga Piratenfestijn in Arnhem. Zonnestralen,
Ik kan in één keer weer het Nederlands zingen met zo'n feestelijke meezinghit. Ja, zo'n slager, hè? Was je dan toch nummer 1 geweest, of begreep ik je niet goed? Ja, nummer 1 in de sterrenparade van de provincie Overijssel. Oh, die hebben een eigen hitparade, ja. Van Willy Oosterhuis. Maar ligt er ook een beetje niet we hebben het gehad, hè, over het ontbreken van die ene dikke hit. Van dan country, dan Nederlands, dan country. Had je niet misschien eerder gewoon een concrete, duidelijke keus moeten maken? Nou, ik heb bijna 25 jaar alleen maar country muziek gezongen. En sinds de laatste aantal jaren dat je eens wat andere dingen gaat doen. Ik heb in 94 of 95 is geweest dat ik in Duitsland nog eens een Duits nummer heb opgenomen. Waar ik ook nog in de slagerparade van Duitsland ben terechtgekomen. En ook daar Duitse lessen voor heb moeten volgen. Om, vanwege al die televisie- en radiopromotie. Also. Ja. En ik heb ook andere dingen gedaan. Maar de hoofdzaak is eigenlijk altijd countrymuziek geweest. Maar is dat dan, Sandra, na 25 jaar nog steeds een beetje hinken op twee gedachten? Of stel ik het dan te zwart-wit? De countrymuziek. Nou, er zit wel een diepgang in wat jij net zegt. En ook zekere waarheid wel. Countrymuziek blijf ik altijd zingen. Dat vind ik, dat zit in mijn hart. Dat vind ik prachtig. Maar daarnaast vind ik het ook wel eens leuk om eens wat nieuws te ontdekken. Je vleugels weer eens uit te slaan. En dat heb je ook nodig om weer fris en, ja. En vernieuwd te blijven, zeg ik altijd. En dat allemaal vanuit die prachtige Achterhoek? Ja, eens een Achterhoeker. Altijd een Achterhoeker, hè? Heb je met het oog op je carrière, want ik vraag namelijk nooit iets voor niets. Heb je nooit geprobeerd om bijvoorbeeld richting Hilversum het westen te verhuizen? Omdat daar de kansen... Of naar Amerika, weet ik veel. Nee, want ik denk bij mijn eigen van... dat uurtje, anderhalf uurtje rijden naar Hilversum, dat doet het hem niet. Kijk, dat is, je zou er alleen meer werk hebben om heen en weer te rijden. Dat is het enige. Maar ik heb hier mijn roots liggen. Ik vind het hier prima. En wat ik zeg, om nou echt naar het buitenland te moeten verhuizen... Dan denk ik van ik geloof toch wel dat ik heel erg toch wel het Nederlandse cultuur en alle bekenden en vrienden en familieleden zou missen. Ja, het is toch weer die mildheid die met het stijgende jaren erin slijt. Hè? Van, het is, op een gegeven moment is het goed. Maar er zijn ook, vaak wordt mij wel eens gezegd in Hilversum van jij bent veel te lief. Je had misschien wel eens wat meer op je strepen moeten staan. En ze zeggen het wel eens over de rug van een ander proberen jouw status te behalen. Maar zo zit ik niet in elkaar. En dat is misschien een reden geweest waarom ik eigenlijk altijd het net niet in die hele hoge hitparades heb gered. Maar ik moet zeggen, ik ben gelukkig. En dan denk ik van, met of zonder hit, het is nou eenmaal zo. Dat is het leven. Iemand die nog lang geen kwart eeuw meedraait is Ilse de Lange. Ook een provinciegenoot tegenwoordig. Ze woont in Arnhem. Kijk je dan ook met scheve ogen naar haar succes? Nee, want Ilse die kende ik al heel goed van vroeger uit mijn... toen ik zangeres werd, kwam ze wel eens bij mij kijken. En het verbaasde me wel dat het in één keer zo opgepakt werd. Omdat ik eigenlijk ook die muziek zong. En, zij heeft gewoon het geluk gehad dat het net al alle schakels van die ketting compleet waren. En het wel gered heeft. Misschien was zij wel iets harder dan jij. Weet ik niet. Het is ook een heel lieve meid. En ik mag ze heel graag. En ik vind het heel fijn voor haar dat ze het succes heeft die ze verdient. Ja. Een week geleden zat ik in het huis van Jan Terlouw. Ook voor de huiskamer uiteraard. Jan Terlouw zei tegen mij van, ik heb met al die boeken die ik geschreven heb en verkocht, heb ik dit prachtige landgoed verdiend. Het doet me denken aan, ben jij rijk geworden door de muziek? Ik heb het niet slecht, nee. Ik heb geen geldzorgen of ik heb verder eigenlijk alles wat mijn hartje begeert. Het is niet zo dat ik nou van gekkigheid niet meer weet wat ik met mijn geld moet gaan doen. Want dat zou ik ook niet hoeven. Maar was dat de ambitie, geld verdienen of je creatieve ei kwijt kunnen? Mijn creatieve ei kwijt kunnen, dat is het belangrijkste. En als daar toevallig leuk nog wat aan verdiend kan worden, dan is dat mooi meegenomen, ja. Als je nou terugkijkt, want dat doen we altijd aan het eind van de uitzending met artiesten. Als je terugkijkt op de afgelopen 25 jaar, heb je dan eruit gehaald wat erin zat? Ja, dat moet je ook eens aan een sporter vragen, hè. Want een sporter zegt altijd van het had nog zus en het had nog zo en het had nog zus. Dat heb ik ook wel. Maar als ik toch terugkijk en ik zie dus met zo'n uitzending als vandaag die filmpjes. En dan denk ik, ik heb het toch ook niet slecht gedaan in 25 jaar.
We eindigen optimistisch, hè? Wat zijn de ambities voor jou voor de komende jaren in jouw muzikale carrière? Dat ik met heel veel plezier muziek mag blijven maken. Als ik dat niet meer zou doen, dan stop ik ermee. En ik hoop eigenlijk dat ik naast mijn zangcarrière presentatiewerk kan gaan doen bij televisie of bij de radio. Of in ieder geval als presentatrice gevraagd gaat worden in het land. Want dat vind ik ook wel heel leuk, een leuke uitdaging. Dus dat zou voor jou een nieuw begin zijn? Ja, misschien wel. Ja, en wat voor mensen kunnen betekenen. Ja. We gaan naar de muziek toe, Sandra. Bedankt vast voor je gastvrijheid hier vandaag, lekker achter in je tuin. Een nieuw begin, het kan geen toeval zijn, want dat is tevens de titel van Sandra's jubileumcadeautje voor u. Een nieuw begin maak ik diep van binnen. Ik heb het al zo vaak gedaan, maar ik moet me steeds bezinnen. Fouten zijn zo snel gemaakt, het verval in oude dingen. Als patronen van een leven lang is steeds opnieuw beginnen. Ik ben nu op een punt aangekomen dat ik alle ramen openzet en de lucht laat binnenstromen. Ik laat me op de energie, voel ik diep in mij opkomen. Het heeft al veel te lang geduurd, het is tijd voor nieuwe dromen. Een nieuw begin, een nieuwe start, geef vleugels, vlieg tot aan de horizon, ren vrij zonder teugels. Het geeft weer kracht en nieuwe hoop, al is het maar voor even. Een nieuw begin kan helend zijn voor nu en heel je leven. Wees niet bang om een nieuw begin te maken. Laat achter je verleden tijd, doorbreek routine zaken. Vertrouw op wat er komen gaat en nu niet meer afhaken. Geloof in je eigen kracht om een nieuw begin te maken. Een nieuw begin, een nieuwe start, geef vleugels, vlieg tot aan de horizon, ren vrij zonder teugels. Het geeft weer kracht, een nieuwe hoop, al is het maar voor even. Een nieuw begin kan helend zijn voor nu en heel je leven. Ja, een nieuw begin kan helend zijn voor nu en heel je leven. Nou, geweldig zeg. Hey, bedankt voor je mooie optreden en je schitterende verhalen, Sandra. Gefeliciteerd nogmaals met je zilveren artiestenjubileum. Heel mooi. Dit is een kleine compensatie voor de 25 jaar. Geef ze een mooie plaats. Zijn het er wel 25? Ja, absoluut. Heel en mooi. We spreken één ding af. Als je 50 jaar in het vak zit, dan maken we een extra ingelaste huiskamer tv. Helemaal goed. Hartstikke leuk. Dames en heren, volgende week nog één keer kijken. Tranen in mijn ogen. De aller
allerlaatste Huiskamer TV-show vanuit Theater Het Hof. Wordt een hele spannende en vooral feestelijke uitzending. Alsjeblieft. Dank je wel. En tot volgende week. Prettige weekend allemaal. Dank je wel. We're happy together. Het is tweeledig geweest. Ik heb het heel leuk gevonden omdat ik de kans kreeg om...